on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk Fischie weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van Goldfish. We gaan proberen Team Defender te spelen. Even kijken of ik een goede lobby terechtkom. Want ik werd net ingegooid. Ik ging toen echt vier keer aan elkaar dood, meteen spawn dood. En het lijkt als de ziekte. En dat is natuurlijk ook niet zo leuk natuurlijk. Team Defender is natuurlijk dat je een vlag kan oppakken. De eerste die je killt wordt de vlag. Vlag pak je op. Vlag moet je verdedigen. Als je vlag in je bezit hebt, krijg je dubbele punten. Altijd leuk om te spelen. En nou, we gaan even kijken. Oh, kut. Oh, oh. Oh, blijf een randje hangen. Jezus, mensen. Maar ja, ik heb natuurlijk een probleem. Oh my god. Waar zit hij? Oké. Even kijken hier. Ja. Oh my god. Oeh. Even. Kut. Even kijken hier. Ja. Oh, 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 oh. Zo. Ja, altijd lekker zo'n IMS kill. En we gaan even mijn carepackers gooien. Wow, ik heb trouwens wel een aardige streak. Nou, niet een streak, maar ik bedoel, we staan aardig voor. We kijken naar die score. 4600 punten. Wow, wow, wow. Bijna dood, voor niks. Oké. En let's go, let's go, let's go. Zo. UAV recon ready for deployment. UAV online. Oh my god. Oh, 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 oh. En die gaat dood. Ah, ik wou hem toch eens een keertje oppakken. Die vlag. Dat leek me wel handig. Oh my god. Lekker hoor, die turret daar. Oei, oei. De RPG in je bek. Oh my god. Hey, what the fuck, man? Ik kreeg hem niet dood. Oh, even kijken. We staan echt dik voor. 7500 punten moeten halen. Holy fuck. Even kijken. Zo, kunnen we even een care package hebben. Oh, jammer. Jammer. IMS ready for deployment. Sentry gun ready for deployment. Repeat, sentry gun ready for deployment. Ook wat. La 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 la. En hij gaat zo goed. 18-3. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd, want we gaan nog een potje spelen natuurlijk. Fijne killcam met de turret.
Gods. Nee, geen gods, niet tegen mij. Nee, het is op zich wel een leuke game mode dit. Hè? Je ziet dat het is een heel kort potje. Nou, we waren natuurlijk al begonnen, maar het ging wel echt super snel. We gaan dus gewoon nog een potje spelen. En het voordeel van dit is natuurlijk dat ze dichter naar, sneller naar je toe kan gaan. Dus dan ja, kan je gewoon meer kills in principe oppakken. Ja, dan moet het wel goed gaan natuurlijk. Maar het is wel eens leuk. Laat het achter of jullie dit wel leuk vinden. Als jullie dit zien in plaats van 10 deathmatch, dan moet je het maar, ja, moet je maar gewoon even zeggen. Misschien wel zo handig. Of zeg je nou, Chris, doe toch maar 10 deathmatch. Of weet ik wel, doe search and destroy. Nee, dat ga ik niet doen hoor. Niet met een shotgun. Nee, en trouwens, je kan veel te weinig kills daarin maken. Dus het is ook niet zo heel erg leuk natuurlijk. Nou, ik zie jullie zo. En dan ben ik weer. En we gaan dus Team Defender op Underground spelen. Ja. Ik had net al aardig wat kills gepakt. Wel veel kills met andere wapens. Ja, ik weet het anders ook niet. Natuurlijk omdat ik met Assault speel. Ik vind het wel eens leuk als je gewoon dit met Assault speelt natuurlijk. Want het kan heel erg handig zijn als je bijvoorbeeld zo'n turret krijgt. Of een of whatever. Ja, toch? Het kan wel handig zijn. Even kijken. MaxiP95. Die was net de MVP bij ons, geloof ik. En die zit nou bij de tegenstander. Dus. Oh, kut. Dat is heel slecht gedaan, dit, hè. Moest even luisteren, even kijken waar hij naartoe ging. Nou. Waar gaan ze naartoe? Hey, waar komt die dan vandaan? Blind Eye, Assassin, Sitrep en dan onder campen. Fucking hell. Kutzooi. Nou jongens, kom op nou. Even kijken hoe we dat gaan doen. Achter me. Met Assassin. Ook toppie. En wegwezen. Laten wij maar even rennen met die vlag. Ontplof die auto dan even. En nu? Nu heb ik al die vlag in de handen, dat is altijd leuk. Ja, lala. Tech assist. Ja, daar heb ik helemaal niks aan. Oké. Nou ja. Ik vind wel akelig weinig mensen op de radar. Of zie ik dat verkeerd? Maar valt mee eigenlijk. Valt wel mee. Zo. En eromheen. Oh. Fucking hell. Alsnog die airstrike over me heen. Oh. Streefrun trouwens. Tering. Nou, geef mij wat aan mijn campers. Ja, ik ben wel dood. Maar die gast, die wilde per se mijn... Oké, ik hoor het bijna niet meer. Jezus, mensen. Nee, wegwezen. AC-130 op boven me. Shell! Niet zo lekker. Even kijken hoor, jongens. Hoe gaan we dit doen? Ik kom er niet naar boven. Ja. Brrr, dat was heel slecht, Chris.
Dan zorg je er zelf voor dat je gewoon natuurlijk... Oké. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god. Even kijken, waar zitten ze? En... Oh my! Hoho! Ja! En we gaan naar beneden. Jezus, man, het is zo hectisch! Het is zelfs... moeilijk om gewoon een, zeg maar, gewoon... Oké. Oké, jongens, kom op. Verdedigen we. Kijken of ik nu... Oh my god. Al die assault in de lucht. Hey, trouwens, eentje op 26-1. Hoe kan het nou? Nou. We gaan kijken of we hier... Fuck it. Fuck it. Fuck it. Kom op. Oh nee, kut. Streveren. 30-1 heeft die gast. Maar ik heb hem helemaal niet gezien, die gast. Maar het zal wel. AC-130. Nou. Hectiek met 10 defender. Holy shit. Holy shit. 31-1 ene gast. Die heeft echt totaal niks met de game gedaan. Maar ja, oké. Ik vind dat met 22-11 heb ik eigenlijk nog beter gedaan zelf. Vind ik. Maar ja, oké. Nou, dat was hem alweer. Jongens, hoop dat jullie het leuk vinden dat ik dit ga doen. Dat is toch wat hectischer, denk ik. En nou, vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. En tot de volgende keer. Bye-bye.